Dames en heren, er was even een kink in de kabel, zoals ze dat wel eens noemen, met de vlogs editen en het online zetten ervan. En vandaag ga ik jullie heel even kort vertellen dat ik in deze vlog weer lange haren heb. Ik heb per ongeluk de vlogs omgewisseld. Dus die van gisteren had eigenlijk vandaag online moeten komen en die van vandaag had eigenlijk gisteren online moeten komen. Sorry daarvoor, maar er staat in ieder geval een vlog online precies om 4 uur op tijd, baby. Boom! Die Japan vlogs zijn echt sick. Dankjewel voor alle lieve reacties. Kan ik nu alvast zo even tussendoor zeggen. Of nou eigenlijk op het begin van de vlog. Geniet ervan. Je wilt niet missen. We hebben echt een hele vette dag weer gehad. Niet normaal. Veel plezier. Love you. Bye. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met de mooiste vrouw van de wereld. Oh, nu wou ik serieus weer die andere doen. Ja, jammer dan. Ja. Wij hebben hier in onze handen, hou jij me ook vast, want dan klopt mijn zin. Kijk, wij hebben hier in onze handen dit groene viltje vast en dat vind ik echt ideaal. We kregen gisteravond namelijk, dat heeft hiermee te maken, er was dit rode lampje aan het branden. Dit lampje van de telefoon. En dat betekent dus dat er een bericht voor ons is. Boodschap! Ik had de camera niet goed op jou gericht. Boodschap! Het is trouwens een prima dagje vandaag. Het is niet heel erg mooi weer. Het gaat waarschijnlijk ook even een beetje regenen. Ja. Maar tot nu toe hebben we het echt goed gehad hier hoor. Zeker. Echt mooi weer. Vooral gisteren bij het Nara Park met die herten die zo buigen en die dan de koekjes zo... Echt super nice. Dat was echt een prachtige dag. Maar toen dacht ik, wat voor bericht is er achtergelaten voor ons? En toen belde ik naar de receptie en toen zei ze van ja, we willen eigenlijk graag even je kamer verschonen. Want jullie hebben al 3 dagen hier verbleven. En jullie hebben ons nog in 1 keer binnengelaten qua verse handdoeken en schoon dekbed of wat dan ook. Nee. Dus toen dachten we van oké, misschien is dat dan wel een goed idee om eventjes te doen. Maar we hebben een paar keer gedoucht al gewoon, zoals het hoort. Mm-hmm. Alleen we gebruiken gewoon heel vaak de handdoek vaker. Want die hangen we gewoon op en dan wordt die warm en dan kan je hem gewoon nog een keer gebruiken. Klopt. Maar dit dingetje, dit viltje, is dus echt ideaal. Want als je dan je bed ook verschoond wil hebben in plaats van alleen de rest van de kamer. Dan leg je gewoon dit viltje, leg je gewoon op bed en dan weten ze, oké, het hele dekbed wordt verschoond. Heerlijk hoor. Dus dat is wel super nice. Ja, koffie. We hebben een heel erg lekker tentje uitgekozen. Dus laten we de tas weer meenemen. We hebben vandaag ook een super mooie sok bij ons. Kijk. Ik ben mijn klepje kwijt voor mijn lens, dus er zit nu een sok omheen. Dus op deze manier neem ik hem mee. Lijkt wel een soort van koffiemok. En dan gaan wij heerlijk weer op pad. Deze keer met de dikke jas aan, omdat het vandaag waarschijnlijk wel de koudste dag wordt met 6 graden. Maar over koud gesproken, volgens mij in Nederland. Echt ja, niet normaal. Veel kouder. Ja, Marvin die zei wel van het enige wat ik echt jammer zou vinden als we naar Japan gaan, dat als het in Nederland zo koud wordt dat je kan schaatsen. Ja. En wat gebeurt er? Je kan gewoon waarschijnlijk schaatsen. Ja, verdorie. Ja, dat is wel echt Maar ja, daar mogen we niet over zeuren, hè? We zijn in Japan, baby. Precies. Woo! En hier aan de andere kant van de wereld, in Nederland, waar ik lekker op het huis aan het passen ben, zoals jullie weten, is het inderdaad echt steen en steenkoud. En dan zullen jullie vast denken, Bas, wat doe je dan hier in je t-shirt? Ik kom net uit de studio, ik ben lekker aan het editen. Het is ook al echt donker hier. Maar check dit. Dit is echt niet normaal. Kijk, het ijs zit serieus gewoon hier op de grond in de tuin. Echt bizar. Gewoon een hele laag ijs zit hier gewoon op de tegels. Je kan het ook echt knijtergoed zien. Alles is gewoon ijs hier. Kijk, wat de hel. En dit is even om te laten zien hoe glad het hier is. Gewoon een schaatsbaan in de achtertuin. En dat gaat gewoon nog sneeuwen. En wat ook leuk is, is dat deze week weer mijn beurt is om te mogen editen. En daar heb ik knijterveel zin in hier vanuit de studio. Dus ik ben hyped. En we gaan er natuurlijk voor zorgen dat elke dag om 4 uur weer de vlog online staat. Yes! En ik wil even laten zien en laten weten dat het hier in Nederland bij het huis van Enzo helemaal picobello gaat. Ciao! Ik heb zo super veel zin weer in vandaag. We gaan naar Kyoto. Kyoto is weer een heel ander gedeelte hier. Het schijnt heel erg vet te zijn met ook weer een hele mooie tempel. Ja. Dan zou je denken van ja, maar je bent gisteren toch bij het grootste houttempel geweest ter wereld. Maar deze tempel ziet er weer heel anders uit en is ook echt heel erg anders. Of moet ik nou zeggen altaar? Je hebt 2 verschillende dingen, je hebt 2 verschillende geloven. Het is een altaar waar we nu heen gaan. Ja, het is een altaar. Een shrine. Ja, want een tempel is dus als je gelooft in het boeddhisme, als ik het goed heb, hè. En een altaar is als je gelooft in het shintoïsme. Dus dat zijn 2 verschillende dingen. De meeste Japanners geloven in het shintoïsme, dus die gaan dan naar een altaar.
En ook een gedeelte in het boeddhisme. En die gaat dan naar een tempel. Ja. Dus dat is hoe het zit. Maar je hebt nog veel meer feitjes en weetjes en regeltjes en dingetjes allemaal. Ik twijfel alleen een beetje, moet ik zeggen. Deze jas heeft wel een capuchon. Heeft deze jas een capuchon? Nee, hè? Nee. Wat dan? Ja, als het gaat regenen. Maar dan wil je een capuchon op. Ja. Maar we hebben geen paraplu, maar die kunnen we wel ergens kopen. Ja, dat is waar. Ik neem een sjaal ook mee. Dan kan ik die over mijn hoofd heen doen. Nou, prima. Oké, super. Dan gaan we er vandoor, dames en heren. Ik ben super hyped. Ik heb er enorm veel zin in. En we hebben echt een lekker ontbijttentje uitgekozen. Dus let's go! Ik voelde me zo net heel eventjes Myron, omdat ik een ander outfitje, echt een compleet ander outfitje heb aangedaan. Maakt gewoon niet uit. Maar het is wel heel erg nice. Het is ongeveer 10 minuutjes met de Uber. Ja. En dan lekker ontbijten. Ja, ik zag dat ze een... yoghurtbol hadden met allemaal fruit en zo. Oh, dat is ook wel goed hoor. Daar heb ik echt zin in. Ik heb mezelf helemaal volstaan met groenten en fruit de afgelopen dagen. Ja. Ja, dat ziet er weer goed uit. Even genoeg schermen, die taxichauffeur. Dat is echt niet normaal. Volgens mij hebben ze één scherm om zeg maar de Uber-rit te accepteren. En dan één scherm hebben ze een soort van Japanse Google Maps. En op de andere hebben ze, op hun telefoon hebben ze dan ook weer Google Maps. Maar dan net iets anders of zo. Het is echt lijp. Het is best wel erg, maar ik zit nu al in mijn hoofd met van... Oh, als we weer in Nederland zijn, ga ik dit zo missen. Het is zo'n goede vibe. Het is echt ongelooflijk. Ja, maar je hebt ook altijd wel weer dingen die je dan naar Nederland mist, heb ik. Ja, 100%. Nu nog niet, maar we hebben nog... een dikke week volgens mij. Yep. Dus dan uiteindelijk ga je wel denken van, oh, hier heb ik zin in. Jij altijd met je computer meestal. Met mijn computer. En nu nog niet. Zo'n nerdy met je computer. Je hoort even weer op je computertje, hè? Maar ik heb nu nog niet echt iets wat ik heel erg mis. Ik ook tot nu toe niet, maar we zitten nog veel te veel in de Japan-bubbel. Precies. Dit ziet er toch wel een beetje uit als New York, hè, eerlijk gezegd. Ja, zo'n beetje zo'n straat met die hoge gebouwen en zo. Dat is ook echt. Ja, hè? Ja, als je dit zo ziet ook met de stoplichten en alles. Klopt. Ja, dat heeft toch wel een beetje die New York vibe. We zijn met de Uber afgezet hier. En daar is het al. Daar tegenover. Hey. Perfect. Mijn vlecht is eruit. Had je een vlecht in? Ja. Nou, wat Japan wel niet met je doet, hè? Hey, het is groen, we kunnen lopen. Fuck. Myron is in de war. Had je echt een vlecht in jou? Ja, mijn hele stiekje is er gewoon uit. Je hebt gewoon echt niet doorgehad dat ik heb gefilmd dat je vlechtje eruit hebt gehad. Heb jij dat gedaan? In de auto. Niet. Ja, terwijl... Heb ik serieus gefilmd? Niet. Ja, heb je gewoon niet doorgehad. Waar is het elastiekje dan? Nee, heb ik niet gedaan. Ik heb geen idee gehad. Ik snap er niks van. Wat? Niet. Oké, laten we hier naar binnen gaan. Zo, grote deuren. Hé. Oh, dit ziet er wel goed uit hoor. Hallo. Ja, voor toe. Nou, we kunnen lekker zitten. Waar wil je zitten? Wil je de luxe stoelen hebben? Of wil je chill? Of het bankje? Wouter en Misha komen zo. Ja, dat is wel waar. Kunnen we lekker aan het hoekje zitten. Kijk eens wat we hier hebben voor ontbijt, dames en heren. Zo, dit ziet er goed uit zeg. Eet smakelijk. En we staan weer buiten, dames en heren. Het begint op dit moment een beetje te regenen. Wouter en Misha die zijn ook aangeschoven. Die kwamen ietsjes later. Die hebben ook even snel wat ontbeten. En dan gaan we nu de metro pakken naar Kyoto. Dat is weer een hele andere gedeelte dus. Van waar we nu zijn in Osaka. Maar hoe lang was het ongeveer met de metro? Het is niet zo heel erg lang op zich. Gisteren in Nara Park was langer, nee, geloof ik. Ongeveer even lang, ook een uurtje. Ja, ook nog wel een uurtje. Is dit jouw paraplu vandaag dan? Ja. Ik vind het ook echt wel mooi hoor, zo. Ja, toppie. Als je je sjaal zo hebt. Ja, kijk, dat ziet er zo uit. Ja, bedankt. Ja, ik vind het gewoon nice. Het is wel een soort van capuchon, hè? Het is toch gewoon lekker comfy ook. Ja, toppie. Oké, let's go baby. Wat? Wat is dit? Het is gewoon een soort van luidspreker en de sirene staat aan en... Het lijkt alsof het een sirene. Alsof het een? Het is stond patrol. Dat betekent toch dat ze gewoon aan het... Ja, patrouilleren. Niet zozeer een politie, handhaven, maar meer... Ja, precies, handhaving. Handhaving. Wel mooie autootjes hier. Ja, echt hè? Ja. Maar ook, je hoorde echt zo'n super cute anime... een soort van luidsprekerachtig iets. Ik echt dacht, wat? Oké, let's go baby. Gaan we de metro. Het
ziet er wel mooi uit hier hoor. Ik ben ook zo benieuwd naar Kyoto. Maar dit ziet er wel mooi uit. Vooral het hotel daar ook. Het is echt bizar hoe veilig ik me ook voel hier. En dat zeiden Wouter, Miesje en Myron ook. Je voelt je gewoon zo relaxed, zo veilig. Helemaal niet het idee dat ik constant alles in de gaten moet houden wat ik op zak heb. Of mijn camera of wat dan ook. Hé, een kapper. Een kappertje. Een kapper, oh my god. Het is dat we naar Kyoto gaan, maar... Kijk hoe dit metrostation eruit ziet, dames en heren. Het ziet er echt heel erg nice uit. Zo fancy. Allemaal schilderijen hier aan de zijkant. What? Het is echt heel erg mooi. Hoeveel muntjes heb je nodig? 130. Hier heb je 200. Oké, okay, en jij raadde mij deze aan, schat. De Lemon Fanta met honing. Wil jij die? Nou, dan als je die van mij wil halen. Ja, ik ben heel benieuwd. Lemon Fanta met honing. Deze keer wel prijs. Oh my god, in één keer. Wat? Het zit je echt nog steeds dwars, hè? Nou? Die zakdoekjes. Voor de mensen die het gemist hebben. En dan houden we erover op. Maar gisteren zijn we heel even naar Arcade Hall geweest. Dan gingen we een beetje grijpen en zo. Nou, toen grepen we de zakdoekjes. We grepen enorm mis. Ja, we grepen echt mis vooral. Goed. We hebben wel echt ontiegelijk gelachen. Ja, dat wel. We hebben echt hard gelachen. Zeker. En ik denk dat jullie ook hebben gelachen. En als je nog niet hebt gelachen, dan check de vlog van gisteren. Want die is wel echt geniaal geworden. Nou, nog even lekker watertje. Dit is dus de Lemon Fanta met honing. Dat is een ander design. Ja. Ja? Het ziet er helemaal niet uit alsof het van Fanta is. Nee, de dop wel heel erg zo. Ja, de dop wel, ja. Nou, ik denk dat het wel lekker is, hoor. Ik denk het ook. Er zitten allemaal dingetjes in. Oh nee. Dingen, stukjes? Ja, kijk, zie je dat? Oh, dat vind ik meestal niet zo fijn. Dat vind ik ook niet lekker. Van die oh ja, ik zie het. Oh, of is het niet gewoon verse? Ja, precies, verse citroen. Mijn oma die had zeg maar toetjes vroeger. En als dan mijn oma toetjes had met stukjes, dan was ik altijd niet zo hyped. Nee? Nee, dat weet ik niet. Ik vind het wel. Stukjes erin. Maar ik ga wel even een slokje nemen. Oeh, zieke honinggeur. Echt enorm. Wauw. Oh, gaan we weer? 3, 2, 1. Wauw. 3, 2, 1. Wauw. Het is, wil iemand proeven? Het is net een modelshot. Hoe zou je dat noemen? Dat haar wappert zo heen en weer door die metro. Neemt zo'n slokje. Wauw. Wauw. Heel lekker. Het is wel enorm honing, hè? Het is gewoon Fanta Lemon eigenlijk. Die gele Fanta. Maar dan met een flinke knijphoning. Ja, heb je die stukjes? Nee. Echt een flinke knijphoning. Lekker man. Die stukjes proef je niet, dus dat is nice. Oké, we gaan de metro nemen. Ik wacht wel even netjes. Hoppa, gaan we. Let's go. Dit is echt een mooi metrostation. Osaka Station is dit. Het ziet er allemaal zo clean uit. Gewoon. Ook qua design en muren en zo. Heel veel billboards, heel veel reclame. Door als je daar ziet, zie je echt iets van 20 reclameborden achter elkaar. Kijk dan. Die bewegen allemaal precies op hetzelfde moment. En je kan het niet heel goed zien met deze lens. Maar helemaal daarachter heb je weer zo'n hele reeks aan reclameborden. En wat ik dus van tevoren heb gehoord over Japan, is dat het een super schoon land is. En dat je geen troep op de grond ziet. Dat is dus ook waar. Je ziet niks hier op de grond liggen. Nergens in de hoeken of wat dan ook. En wat me ook opvalt, en dat is nog het meest bijzondere misschien wel, dat het dus zo schoon is. Je hebt eigenlijk nergens prullenbakken buiten. Gewoon nergens. Dus gisteren waar we waren bij Nara Park met die herten, had je dus nergens prullenbakken. Maar je ziet ook niks op de grond liggen. En als je dan naar de wc gaat in dat park, dan staat er dus ook een bordje. Neem alsjeblieft je vuilnis mee naar huis. En dat doen mensen dan ook gewoon. En dat is echt bizar. En je hebt wel schoonmaakdiensten, die heb ik dus ook gezien. Maar ik denk dat dat dus eerder is voor toeristen dan voor de inwoners zelf. Omdat de toeristen niet altijd gewend zijn om het vuilnis mee naar huis te nemen. Ik bedoel, als je een flesje water opdrinkt, dan doe je die niet zo snel in je zak meenemen. Dan wil je die meteen weggooien in een prullenbak. En hier nemen ze dat dus allemaal mee. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien. Ja, dan gaan we hier weer inchecken met de telefoon. Pliep. Hoppa. En gefixt. Als je dus wil reizen hier in Japan, download de app Suica. Die ziet er zo uit. Zet hem in je wallet of in je telefoon of in ieder geval dat je hem kan scannen. Het is echt ideaal. Je kan niet alleen betalen voor de metro en de trein daarmee. Maar je kan ook bij alle vendingmachines, of bijna alle vendingmachines, kan je gewoon betalen met die Suica-kaart. Je kan zelfs soms gewoon bij andere restaurantjes of dingen iets kopen met je Suica-kaart. Dat is echt sick. Dus het is niet alleen een OV-chipkaart, maar het is ook gewoon een soort van bankpasje. Een tijdelijke bankpas.
En je kan er gewoon super makkelijk geld op zetten via je bank. Echt heel eenvoudig, allemaal via de app. Oké, laten we nu even de 7-Eleven inlopen. Deze winkels zie je ook best wel vaak. Hier kan je gewoon je eten opwarmen. Heb je allemaal magnetrons naast elkaar. Is het magnetrons of magnetronnen? Ik heb geen idee, maar het is een leuk woord. Laten we even kijken. Oeh, Marisa staat al in de rij. Oh, die heeft sowieso weer zo'n lekker rijst rondje gekocht of zo. Wouter haalt een lekkere ijskoffie. Ja, snoepjes voor onderweg. Snoepjes. Oeh, Super Mario snoepjes. Pikachu snoepjes. Deze kennen we wel. Kijk, Pikachu. Welke kennen we? Dit, Haribo. Ja, je hebt best wel veel Haribo hier ook. Wat lijkt je lekker? Ja, wat lijkt me lekker. Die Marisa gisteren had, die Fratella. Ja, die kan je hier ook weer halen. Ik heb nu nieuwe smaakjes. Met cola en smint. En die, dat is degene die we gisteren hadden. Ja, dat zijn wel... ik vond ze ook wel lekker, ja. Ja, ik vond ze ook wel nice. Ze zien er zo uit. Café latte. Ja. Is dat een kou? Dit is een kou. Die zijn echt lekker. Ze hebben hier dus allemaal verschillende soorten. Je kan dus kiezen, wil je iets met veel... koffie of juist veel melk of veel sweet. Nou, het ziet er goed uit, ja. Ja, ik had ze toen vorige keer op onze vorige reis en dat was wel echt mijn favoriet hier. Ja, het ziet er nice uit. Je hebt echt veel verschillende. Ja. 380 yen voor 3 van die rollen. Dat is niet duur. Thank you. Hoppakee. Let's go. Snoepje voor onderweg. Ja. Ik vind het dus heel erg meevallen, want ik kreeg dus te horen dat Japan best wel een duur land is, maar voor zover ik merk, vind ik het echt heel erg meevallen. Ik bedoel, 380 yen was het? Of hoeveel? 380 yen. 380 yen. 2,40 euro voor 3 van die rollen. Kijken hoe dat eruit ziet. Deze gaan we even lekker proberen. Mm. Oké, daar gaan we, dames en heren. Dit is het treinstation. Hoe het eruit ziet in Japan. Kijk, hier heb je dus ook overal weer van die lijnen. Gaan die lijnen, ja, maar gaan die lijnen dan weg? Hoe werkt dit? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Kijk dan. Hoe werkt dit, die lijnen? Ja, die staan er zodat je niet nu ervoor kan. Ja, maar hoe gaat dit weg? Moet ik het spoilen of ga je het straks zien? Ik wil het eigenlijk wel zien. Ja, precies. Ik wil het eigenlijk wel zien. Hoe krijgen ze het voor elkaar om deze lijnen straks weg te krijgen? Kijk hoe lang die lijnen zijn. Van dat kastje naar dit kastje. Ja, ze gaan niet naar beneden, ze kunnen niet omhoog. Ze moeten er wel in. Ik ben zo benieuwd. Als een trein aankomt, hoor je dus die muziekjes. What? Oké, dames en heren, check deze lijnen. Wat gaat er gebeuren? Wel omhoog! What? Ja, ja, ja. What? Ja, maar dit is nog maar net hoog genoeg voor ons. Dit is een limbo. What? Dit is geniaal. Kijk dan. Dit is echt geniaal. Het is zo grappig dat je... Wat? Voor zo'n twijfel is van hoe gaan ze dat doen? Gaan ze naar binnen? Gaan ze naar beneden? Ja! Maar ik moet zeggen, voor eigenlijk de Japanners is dat wel hoog genoeg. Maar ik ken mensen in Nederland die daar niet onderdoor kunnen. Die moeten wel een beetje hun hoofd zo schuin doen. Met een deur ook al moeite. Ja, zoals Dennis en Steven Bots. Die moeten misschien wel een klein beetje zo opzij. Ik heb nu dit snoepje opengemaakt. En dit is dus cola smaak. En je ziet aan dit snoepje dat aan de binnenkant gewoon spul zit. Zie je dat? Ik ben heel benieuwd. Kijk wat je daar voor trein hebt. De Giant Panda. Hey, dit is Shin Osaka. Vanaf hier gaat de bullet train. Vanaf dit station. Oh, echt? Ja. Kan ik eindelijk weer het nummer... bullet train. Ja, echt hè? Kan ik dat nummer eindelijk weer gebruiken. Oh, wel echt een vette trein dat. Ja, ziet er cool uit. Ik vind het echt geniaal, dames en heren, dat dit dus gewoon omhoog gaat via dit apparaat. Ik vind het echt een briljante uitvinding. Dan vraag ik me soms ook af, waarom hebben we dat in Nederland niet? Sowieso zie ik altijd superveel klachten over de trein. Ja, ik ga al zelf heel lang niet meer met de trein. Maar ik zie zo vaak dat de NS problemen heeft met van alles en nog wat. En waarom het dan wel lukt in het buitenland dat de treinen zo vaak goed gaan. Maar dit is ook echt briljant. Het is een soort van boksring of zo, weet je wel. Maar ook hier op de grond, wat ze dan allemaal wel niet weer hebben. En dit is dus ook het bizarre, dat heb ik nog niet echt heel erg goed kunnen laten zien. Maar ik zal er nu even extra op letten. Als mensen in de trein gaan, of in de metro, want bij de metro heb ik het wel al gezien. Als het dan druk is, dan gaan ze letterlijk in een rij staan. Dus dan staan ze gewoon hier, staan ze gewoon heel netjes in een rij. En gewoon iedereen die erbij komt, die gaat gewoon achteraan in de rij aansluiten. Dus ze zijn gewoon super geduldig en netjes en beleefd naar elkaar toe om gewoon in die rij te staan. Nou, de tijd dat ik nog wel met de trein ging, ik kan je vertellen, het is gewoon lang leef je jezelf.
Als je die trein haalt, als je een plek hebt, let's fucking go. Oké, daar gaan we uit de metro. Je ziet dus dat het station hier al ingericht is op de tempel waar we heen gaan. Oh, je ziet hem al een beetje. Dat is ver. Helemaal in de verte daar. Kan je met deze lens niet zien, maar je ziet al wel gewoon de kleurtjes helemaal in het oranje. En hier de ingang. Ziet er super mooi uit al. Even een kleine correctie van net alweer. Zoals ik vanochtend al zei, kan soms een beetje verwarrend zijn. Maar we gaan dus naar een altaar en niet naar een tempel. We zijn weer een klein stukje verder. Het ziet er ontzettend mooi uit. Maar het wordt alleen nog maar mooier, dames en heren. Dus zet je schrap thuis. Ik denk wel, dat hoor ik ook even bij Marvin. Marvin die zegt, ik denk wel dat het net zo toeristisch is als gisteren. Het Nara Park. Dat was ook heel erg toeristisch. Dat zie je ook meteen op Google Maps. Deze locatie heeft echt iets van 50.000 of 60.000 stemmen gekregen. Maar wel een hele hoge, iets van 4,5 van de 5 sterren heeft dit gekregen. Dat snap ik ook wel, dit ziet er al mooi uit. En daar gaan we dan, dames en heren. Wauw. Fototime. Het is nu nog vrij relatief rustig, maar ik heb ook filmpjes gezien op TikTok dat het echt overspoeld is. Maar dat hangt natuurlijk gewoon van de periode af. Wat voelt dat gek in één keer? Maar het zijn allemaal kleine steentjes. Maar dat hangt natuurlijk heel erg vanaf welke periode je hierheen gaat. Nu is het winterperiode, dus het is gewoon rustig. Kan lekker vrij rondlopen, is heel chill. Het is alleen wat kouder, maar door het lopen en bewegen... Dat is prima te doen. Ik dacht dat je hier tickets moest halen, maar dit is echt iets heel anders. Maar ze zijn aan het bidden hierachter. Zo, dat gaat wel hard met het geld hier. Ze gooien dat geld elke keer over dat muurtje. En dan zijn ze aan het bidden die kant op. Oh, kijk dan weer, schat, hoe mooi dit eruit ziet. Die meiden. Dan maakte ik een foto van jou. Ah, met hun op de achtergrond. Ja. Maar die slippers met die sokken, dat lijkt me echt naar hoor. Ze lopen ook echt allemaal ongemakkelijk op die schoenen. Ja. Hele kleine pasjes, want die jurk kunnen ze ook geen grote pas meer doen. Maar die sokken, die hebben dus al echt zo'n gaatje erin. Oh, dat weet wel? Je wel? Ja, die had ik ook gezien, ja. Ja. Je kent ze toch wel van die sokken waar je dan je tenen in kan. Ja, laten we eerlijk zijn, iedereen heeft toch wel sokken aangehad en dan die teenslippers aangehad. Ja. Dat voelt super naar. Maar er zitten dus al een soort van spleet in. Wat? Zodat je je grote tenen en dan de andere vier kunnen dan daarnaast chillen in je sok. Chillen. Ja. Maar hoe lang was dat pad nou? 2 kilometer? Nee, 2,8 mile. Oh, 2,8 mile. Dus dat is nog veel meer kilometer. Of zo. Op die schoentjes. Zo. Nee, niet dat ze dat lopen. Ik denk dat ze hier blijven. Hier achter mij heb je allemaal goodie shops. En zo te zien hoef je er geen tickets voor te halen. En hier hebben we dan het begin als het goed is. En straks komen we dan op een plek waar je... Ik moet even nog een keer gaan vragen, maar waar je echt enorm veel van deze poortjes hebt. Maar dan ook echt enorm veel. Nou, daar gaan ze met de supermooie kleding. Oh, daar faalt de iPhone. Uh-oh. Daar gaan ze met de supermooie kleding. Parapluutjes allemaal, super cute. Gaan we lopen? Gaan lopen. Gaan we ze tellen, zei je dat nou? Maar kijk, er is nu niemand, dus dat betekent dat we straks erin gaan. Ja. Dat is goede timing, we wachten het moment af. Ja, het is nu een beetje rustig hier. Maar weet je wat ik eigenlijk best wel gek vind, waar ik een beetje over na zat te denken? Dat je zeg maar zoveel mensen ziet bidden en dat tegelijkertijd het gewoon één mega grote toeristische attractie is. Ja, heel dus raar. Het gaat heel erg dicht langs elkaar. Ja. Terwijl ik dacht altijd dat bidden echt een soort van moment voor je soort van medegelovers was. Of een moment voor jezelf of in rust of in peace. Maar hier zie je gewoon mensen, nou, ook zoals ik natuurlijk, gewoon filmen, foto's maken. Daar gaan we, dames en heren. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Dit is de toeristische attractie. En het zijn dus 10.000 van dit soort poortjes waar je doorheen gaat. 10.000. En dat is natuurlijk wel heel erg indrukwekkend. Al helemaal als je ze allemaal langsloopt of er onderdoor loopt, er doorheen gaat. Ja, want dat is best wel een loopafstand. Maar laten we gaan, dames en heren. Laten we in ieder geval door de eerste lopen. En dan gaan we ze niet allemaal tellen. Maar dit is al wel echt een bijzonder mooi plaatje om doorheen te lopen. En ik kreeg dus te horen dat al deze poortjes zijn geschonken. Ik weet niet hoe duur het is om dit te maken of om neer te zetten. Maar check eens eventjes hoe dit eruit ziet.
Kijk dan. Nu is lopen. What? Gewoon, maakt niet uit hoe ik film, maar het ziet er gewoon super vet uit. Dit zagen we op het begin ook al, maar het lijkt op een super waakzaam hond. Ik zie ook heel vaak dat ze een doek voor hebben. Ja. En ja, wat heeft hij precies in zijn mond, Wouter? Nou ja, ik denk een soort van scroll. Maar ik denk eigenlijk dat het een vos is. Denk je niet? Oh, een vos? Ja. Oh ja, door die staart. Ja. Ja, als ik zo kijk naar die staart, denk ik ook wel eerder een vos. Maar je hebt toch ook vroeger Avatar gezien? Als in de Airbender. Ja, zeker. Weet je dan nog die aflevering dat die in de bibliotheek was, die zo in dat zand is gezakt? Nee, dat weet ik niet meer. Nee, er was zo'n aflevering en dan had je zo'n L die woonde in de bibliotheek onder het zand. Ja. Het was er telkens een vos en die bracht alle boeken en alle scrolls hierheen. Dus ik zag net het ding en ik dacht van, dat doet me echt denken aan Avatar. Heeft dat iets te maken of zo hiermee? Ja, misschien heeft Avatar dat... Oh, jij bent ook echt op onderzoek uitgegaan. Ja, maar dat is altijd... Mensen vragen ook, hoe weet je die dingen? Ja, Google! Ja, dat is gewoon als je denkt, waarom is dat? Want jij zoekt wel heel veel dingen op, ja. Ja, ik vind het super interessant. Maar het is dus dat zij... Ja, ze zijn messengers. Ze zijn bezorgers. Meen je? Bezorgers van berichten of van, boeken dus in Avatar. En het is zo leuk dat al die series, die hebben eigenlijk dingen dat je altijd denkt, oh, wat een schattig posje of een leuk hondje die dat bracht. Maar ja, dat komt allemaal natuurlijk uit deze regio, uit deze culturen. Dus volgens mij heeft hij een bericht. Ik weet niet wat het is. Dat is wel echt super gaaf. Ja, hè? Ben ook echt heel erg benieuwd wat hier staat. Check dan. Dit is echt een super mooi teken eigenlijk als je dit zo ziet. Ook omdat er allemaal zo'n mos op is gegroeid. Ziet er super cool uit. Eeuwenoud. Ik heb zojuist een super mooie foto gemaakt. En ik zat een beetje te twijfelen, zal ik het vragen of niet? Maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan. Dus ik heb Google Translate erbij gepakt. En toen had ik een vertaling gemaakt van Nederlands naar Japans. Het had ik neergezet. Mag ik met jullie op de foto? Met een vraagteken. En toen liet ik dat lezen. En zei van, we're not Japan, we're from Korea. Dus ik zei, oh, wait a second. Dus, terwijl ik het ook gewoon in het Engels kon vragen. Dus toen heb ik Koreaans erbij gepakt. Toen heb ik het weer vertaald. En toen zei ze, oh yes, of course. Ik kon gewoon Engels praten. Maar heel veel Japanners, die kunnen niet echt goed Engels. Dus dat communiceren moet dan echt via Google Translate. Heel veel. Maar het is gelukt. Ik heb een super mooie foto gemaakt. Ze waren echt super lief. En ze zagen dus echt heel erg mooi uit. En ik heb dus getwijfeld van de ingang tot hier om te vragen. Ik heb het gedaan. En ze waren echt super lief. En ze vonden het helemaal prima. Ze waren zelf ook heel veel foto's aan het maken. Zo, even ademen en zo. Je moet eigenlijk stil zijn hier, hè? Ja. Je zet me wel voor het blok, hoor. Iedereen is stil, behalve jij. Nee, daar zijn ze ook aan het praten. Maar check hoeveel poortjes we nu al gepasseerd zijn, hè? Nee, waar zijn we nu dan? Een partytent. Een partytent. Ja, het is wel echt een partytent. Ja, we komen in één keer hieruit. Dit is ook weer een shrine. Ja, hier zijn ze ook aan het bidden. Oh, kijk die kraai, kijk hoe groot die is. Wow, die is echt heel groot. Ja, ik vind kraaien altijd een beetje creepy. Kijk hoe groot die is. Nou goed, het is wel een mooi plekje hier. Oh, en hier gaat het weer verder lijkt het wel. Hier links. Ja. Oké, dames en heren, we komen net hier vandaan. En we gaan nu hier naar boven. Want hierboven staat op het bordje, schijnt een bamboe shrine te zijn. Dus dat betekent bamboe altaar. Dus laten we daar eventjes gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd, als het maar 2 minuutjes van de route af is, waarom niet? Dit ziet er wel avontuurlijk uit. Ja. En meteen heel rustig. Er is niemand hier. Nee, dit ziet er wel echt vet uit inderdaad. Kijk dan, dit is gewoon allemaal bamboe. Ja. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit zie je niet zo snel in Nederland. Kijk hoe lang dat is ook, hè, die bamboe. Zo echt stijf omhoog, joh. Niet normaal. Oké, zo. Jeetje, ik struikel en breek bijna mijn nek hier bij het altaar. Maar laten we even kijken. Dit is even een gedeelte wat ik opneem voor opa. Wat voor vogeltjes dit zijn. Ik zal jullie even snel ermee doorheen lopen. Maar dit is dus wat je hier links ziet, een papegaaimees. Dit is een wit oog en dit is een mees. Dus die 3 vogels, misschien hoor je er nu ook wel eentje. Volgens mij was dat trouwens het geluid van een kraai. Maar het kan zijn dat los van de regendruppels die je hoort vallen op de bladeren, dat je die andere vogeltjes hoort. De papegaai, mees, de witoog of de mees. Ik denk niet dat we ze gaan spotten eerlijk gezegd, maar het is wel even leuk om te weten natuurlijk. Dit ziet er wel echt heel erg mooi uit. Ik ben echt blij dat we even van het pad zijn gegaan. Ook omdat het hier heel erg rustig is. Moet je kijken schat, hoeveel bamboe. Dat is toch bizar? Een palmboom? Ja, inderdaad. Staat hier super mooi een palmboom. Kijk dan, al die bamboe hier. Zo ongelooflijk veel.
Het gaat echt hoog. Het zijn gewoon allemaal sprietjes. Zijn hier dan ook panda's? Wat? Deze bamboe is echt sterk, hé. Deze hele lijpe bamboe. Die bamboe hebben we ook in Nederland. Ja. Kijk waar we hier nu op uitkomen. Zo, dit is volgens mij ook zo ongelooflijk oud wat je hier ziet. Kijk dan. Heel erg mooi. Ik ga nog even een stukje verder lopen, maar dit lijkt echt wel een hele lange route langs gewoon een bamboebos. Gewoon alleen maar bamboe. Wat rustgevend dit eigenlijk. Ja, die bamboe die is zo sterk, hè. Dat is echt niet normaal. En dan lopen we weer, dames en heren, achter de menigte aan. Ook al moet ik zeggen dat ik veel liever mezelf film. En dat is niet omdat ik zo gek ben op mezelf. Maar als je goed kijkt naar hoe ik nu deze hele kant film. En als je goed kijkt naar de palen hier. En als ik dan nu omgedraaid ben, dan zie je dus dat er van die super mooie Japanse tekens op de palen staan. En dit maakt het dus gewoon een veel mooier shot dan de andere kant. Omdat je hier dus al die tekens elke keer hebt. Het is echt een groot verschil. We komen nu hier vandaan en we gaan nu hier doorheen lopen, dames en heren. En ik zal jullie even op het bord laten zien hoe dat eruit ziet, want het is echt groot hier. We zijn nu hier bij de Tamayama Inarisha. En we zijn dus zo gelopen en daarna zo. En nu zijn we dus hier en we willen heel graag naar de Kumatakasha. Kumatakasha. Ik weet niet precies hoe je het zegt. Dus we hoeven alleen nog maar een klein stukje hier zo. En dan zijn we dus bij deze. En daar willen we heel graag heen. Maar kijk hoe ver je dan daarna nog kan lopen. Helemaal via hier naar het allerhoogste punt. En dat is dus hier. Of hier. Eén van deze twee. Nou goed, we moeten dus deze kant op. Dus laten we hierheen gaan. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Ik vind het echt een mooi toiletgebouw zo. Het ziet er echt clean uit. Oké, we gaan nu hier nog doorheen en dan zijn we er. Het wordt een stuk donkerder hier. Maar daar gaan we. Komen we nu uit op het punt waar we naartoe willen. Of nog een, ik denk nog een klein stukje omhoog, alleen deze trap. Het is wel een steltrapje. Moet je ook nagaan hoe lang je erover doet om helemaal bij het bovenste plekje te komen. Nog een klein stukje, dames en heren. Klein stukje. Kom op, schatje. Bijna. Zo, dit ziet er wel mooi uit, zeg. Kijk dan. Vanaf hier is het nog 40 minuten naar de top. Hier kan je dus nog verder lopen naar de top, wat dus 40 minuten is. En hier, dit is wel een interessant plekje. Ik heb geen idee waarom, maar ik heb dit dus eerder gezien. Dat ze dus muntjes leggen op het hoofd van ja, wat we denken dat een vos is. En je ziet hier wel heel erg veel muntjes. Het is 1 yen in het, over het algemeen. Ik zie echt alleen maar 1 yen hierop liggen. Misschien heeft dat nog een betekenis. Laat het vooral weten in de reacties als je het weet. Maar hier liggen dus ook heel erg veel muntjes. En ook wederom weer allemaal 1 yen. Dus ja, misschien voor goed geluk of zo. Ik moet zeggen dat als je hier een huisje zou hebben aan dit water. En je hoort zo'n beetje de regen en de natuur, de vogels. Het is wel echt, echt een plekje waar je gewoon niet weet wat stress is. Waar je gewoon echt heel erg lekker tot rust kan komen. Het ziet er wel heel, heel relaxing uit hier. Kijk dan wel een plaatje. We komen dus net daar vandaan. En ik ga jullie meenemen naar dit straatje. En wat je hier dus kan zien is dat ze allemaal van die poortjes, van die oranje poortjes hebben neergezet. Zie je dat? En we zagen dus ook dat je bij een winkeltje hier deze poortjes, deze oranje poortjes die ze dus neerzetten, dat je die kan laten maken. Dus hier zie je ook weer een poortje. En ik denk, weet het niet zeker, ik denk dat ze dus weer een soort van geluk of een soort van wensen of iets waar ze op hopen, dat ze dat op die oranje poortjes zetten of laten plaatsen of laten. Dit is eng. Kijk dan. Er zit gewoon een kraai in. Dit is wel creepy hoor. Dit is wel echt creepy. Kijk hem daar zitten. Ik schrok gewoon omdat ik wat zag bewegen. Oei, yo. Oké, in ieder geval, hier zijn echt veel poortjes geplaatst.
En ik denk dat ze dat dus weer neerzetten en hopen dat het uitkomt. Dus alle poortjes die je ziet, die zijn hier gewoon zelf getimmerd door iemand. Het zijn er echt heel erg veel. Kijk dan, hier heb je er ook ontzettend veel. En de ene is een soort van versierd met een stuk touw. En er zit dan een bel aan. En volgens mij is het zo. Want als je dus hier de touw vastpakt, die gaat heen en weer, dan gaat die bel af. En dan kan de god weten dat je hier bent. En soms klappen ze ook nog eens in hun handen om nog een keer de aandacht van God te krijgen. En dan gaan ze volgens mij bidden of zetten ze dat poortje neer. Iets in die richting is het. Ik kan niet helemaal ergens een makkelijke informatiepagina vinden. Dus het is een beetje moeilijk om de precieze informatie te geven. Maar volgens mij zit ik wel dicht in de buurt. Maar kijk dan, dit is wel een bijzonder plekje. En ik vind het ook gek dat hier verder niemand is. Ze gaan eigenlijk allemaal meteen naar het hoogste punt doorlopen. Maar echt die zijweggetjes, net zoals dat bamboebos, dat zou ik echt aanraden om juist die zijpaadjes te nemen. Net zoals dit. Dit is ook een zijpaadje, maar moet je kijken waar het uitkomt. Het is echt heel erg mooi. En ook als je hierheen gaat, kijk dan ook hoe dit eruit ziet. Hoe oud zal dit wel niet zijn? Ongelooflijk. En ook als je hier kijkt, hebben ze allemaal doeken opgehangen. Deze zag ik net ook al staan. Ik dacht eerst dat het een soort van bier was of zo, maar misschien wel een speciaal drankje wat ze dan ook weer achterlaten. Hier branden ook kaarsjes. En als je dan hier doorgaat, ik weet niet waar je uitkomt. Oh, dat ruikt lekker trouwens, dat wierook ook vandaan. Zo, dat ruikt echt heel lekker. Kijk dan, wat een plaatje joh. Dat is toch niet normaal? En als je hier een stukje naar boven loopt. What? Kijk dan, hier loop je echt tussen de bamboe door zeg. Wat een waanzinnig plekje is dit. Kijk dan even. Dit lijkt me eerlijk gezegd wel echt nog een mooie route om te lopen. En oh ja, wat trouwens ook wel even leuk is om te vertellen. Maar ook even een waarschuwing voor mezelf. Want soms ben ik gewoon te impulsief. En net zoals nu loop ik gewoon weg. Ze zitten daar even op een bankje te chillen. En ik dacht, ik ga even een stukje lopen. Maar er stond dus een bordje dat je op moest passen voor ganzen. Nou oké, ganzen, hè, die ken ik. Die kunnen soms inderdaad een beetje territoriumachtig. Dus dat ze zeg maar hun eigen territorium beschermen en daarom gaan aanvallen. Maar wat er dus ook stond, er stond serieus een waarschuwing. Terwijl ik dit dus weer zeg, loop ik weer verder. Er stond ook een waarschuwing dat pas op voor de apen. Die zijn gevaarlijk. Apen? Like what? Straks kom ik hier nu in één keer een aap tegen. Oh, ik schrik me dood. Holy moly. Oh my god, what? Ik schrok me helemaal de apenlazers. Hey schatje. Wat ben jij? Ik ben helemaal aan de overkant. Oké, ik ben weer een beetje tot rust gekomen. Maar je kan hier dus nog verder omhoog lopen. Maar het ziet er niet echt uit meer als een vertrouwd paadje. Dus laten we maar weer teruglopen. Maar dit was wel even avontuurlijk. En ik heb de schrik van mijn leven gehad. Van serieus mijn eigen ringtoon. All the single ladies. Ik wist niet dat je zo erg kon schrikken van dat nummer. Wauw. Kijk dan dames en heren, hier heb je die kraai weer. Kijk hoe eng. Kijk hoe dichtbij ik ben. Hoi. Oké, ik ga weg. Bye. Oké, we gaan weer terug dames en heren. We hebben genoeg poortjes gezien voor vandaag. Zo hé. En hier kan je dat dus laten maken, dames en heren. Kijk, hier heb je die oranje poortjes. En ik zie hier een potlood en een papiertje. En ik denk dat ze met dit papiertje of iets van een stempel of zo erop gaan stempelen. En dan gaan ze dat daarop laten maken. En hier heb je ook een winkeltje met allemaal spulletjes en zo. Oh, ik weet niet wat daar gebeurde, maar dat had ik toevallig op beeld staan. Ik heb geen idee wat het was, maar we gaan weer terug naar beneden lopen. We zijn nu, dames en heren, aangekomen en dit is dus beneden bij het altaar. Bij een soort van marktje, waar je allemaal verschillende soorten lekkernijen kan halen uit Japan. En ik zag al één lekkernij die ik heel erg graag wil halen. Kijk dan wat je hier ziet. Er wordt even vers opgedaan. Zo heb je allemaal van dit soort tentjes. Een krabstick. Kan lekker zijn als je ervan houdt natuurlijk. Ja, Japan heeft natuurlijk sowieso veel vis. Noedels, ja, het ziet er ook goed uit. Kijk dan, het lijkt wel een soort met een beetje ei of zo.
Zo, het ziet er ook wel lekker uit hoor. Nou, dit is wel een mooi gezellig plekje hier zo. Marion die gaat heel even met Google vertalen, kijken wat het precies is. Even scannen. Yakisoba. Yakisoba. Ik hoop niet dat het yaki is. Nee, dat hoop ik ook niet. Het is 500 yen, zie ik. Het is gewoon noedels met groenten. Nou, dat klinkt wel goed, toch? Ja. Of ik neem zo'n stokje, zo'n kipstokje. Ja, waar heb je het meeste zin in? Ik neem wel zo'n kipstokje. Ja? Ja. Oké, dan lopen we verder. Dan laten we de noedels achter ons. En dan gaan we naar de kipstokjes. Oh, dit zijn die krabstokjes. Kijk hoe dat eruit ziet. Oh. Hier heb je dus de chicken yakitori. Dat ziet er dus zo uit. Dat wordt hier klaargemaakt. Zo, kijk dan hé. Hoppa, leg er even een paar nieuwe op. Maar je wil toch de noedels. En als we een klein stukje verder lopen, dan komen we bij het kraampje waar ik graag wat wil. En dat schijnt dus ook echt heel erg bekend te zijn hier in Japan. Het ziet er ook goed uit hoor. Dit is vlees en er zit rijst in. En dan kan je nog kiezen wat daar dan ook weer in zit. Moet je zien hoe dat eruit ziet. Ja, het ziet er super lekker uit. En ook mooi vooral. Ja. Kijk dan. Maar, oh dit hoor. Deze kunnen we ook delen, schat. Dat kunnen we ook delen. Kijk dan. Dit ziet er ook goed uit hoor. Klopt. Maar ik ga voor deze, dames en heren. Dan heb ik hier 500 yen. En daarvoor hebben we 1 coin. Oei, oh, ik ben wel benieuwd. Misschien als ik een hapje neem, dat ik denk, die neem ik ook. Ja, wie weet. Ja. Zal ik doe jij eerst maar eens. Daar gaan we, dames en heren. Oei, lekker cheesy. Lekker cheese. Oei, lekker hoor, kijk dan. Neem een hap van de midden. Mmm. Ze ruikt naar koekje of zo, die buitenkant. Het is heel apart. Oh jee. Het ziet er lekkerder uit dan dat het is. Ja? Ja. Maar je hebt het nu wel geproefd. Nu weet je wel wat het is in ieder geval. Ik waar smaakt het naar? Met volle enthousiasme in. Ja. Ja, ik weet niet. Ik zou zeggen, mijn mening, dat die kaas en die koek niet samen gaan. Oh ja. Het is een soort van... Zo ruikt het ook. Ja, het is eigenlijk cake. Met dan warme kaas erin. Ja. Het is best wel, het is een hele, hele aparte combinatie. Zoet met zout. Ja. Dus je gaat niet verder eten. Nee, ik vind het niet... Nou, misschien wil Wouter nog een hapje. Die wou hem ook graag proeven. Ja, ik vind het geen succes. Nou, gaan we iets anders zoeken voor jou ook? Ja, ik ga toch iets anders zoeken. Maar het was wel leuk om even geproefd te hebben. Nou, laten we naar de noedels gaan voor jou. Wil jij niet ook die noedels? Ja, ik kan wel een hapje voor jou nemen. En dan nemen we die... Ja, nee, deze ga ik halen. En die kunnen we dan ook delen? Die stok, ja. Toch? Ja, gaan we dat meteen even halen. Ja, ja dit, zo ziet het er dus uit. Nou, dan gaan we hier even zo'n stokje halen. Met van die chippies erop. Maar welke smaak wil je? Oké, wat voor smaken heb je? Je hebt salt, barbecue, sojasaus, mayonaise, mayonaise, mayonaise. Mayonaise? Mayo. Ik denk barbecue. Ja, zullen we die doen? Ja. Can I have one barbecue? Barbecue? Ja, arigato. Oh, dat is barbecue. Kijk. Is het hier is het eigenlijk? Aardappel. Ja, lekker hè? Aardappel op een stokje. Oké, Wouter. Daar gaat hij. Ik kan niet geloven dat dit niet lekker is. Apart, hè? We keken er ook allemaal zo naar uit. Ja, het ziet er toch gewoon, lijkt een beetje op een wafel. Het ziet er echt goed uit. Ja. Ik heb er nu ook weer zin in als ik het zie. Maar niet om te eten, omdat ik weet hoe het smaakt. Oh, ik heb alleen maar... Oh, ja, dan moet je even iets verder uit elkaar trekken en dan een hap in het midden nemen. Ja, kijk. Wauw. Oh. Het is wel een rare combi. Ja, dat zie je, dat is het dus. Het is op zich, ik vind mozzarella lekker. En ik hou van cake, want het is meer een beetje sponge cake. Maar de combinatie... Het is precies wat ik zei, ja, hè? Ja, dat snap ik nu. Ja, ik vind cake heel lekker, ik vind kaas heel lekker, maar zo samen is echt apart. Nee. Nee. Nee, hè? Kijk, we gaan niet achter je. Oh, kijk eens. Oh, dat ziet er goed uit, hè? Nou, zo'n stokje is 500 yen. Nou, dan mag jij dat mooie uit mijn vuifje halen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Arigato. Nou, kijk eens even. Oh, dat ziet er wel goed uit, hoor, schat. Goed uit, hè? Neem jij maar een appie. Mooi, lekker hoor. Zo, ja, dit is de shit, jongen. Maar ja, Nederland, hè? Aardappels. Wow, hij is goed kokant deze, hè? Deze is lekker. Ja. Oké, laten we naar de noedels lopen. Wat ga jij ook weer halen? Ja, ik twijfel of ik hier die takoyaki ga halen. Want daar, dat is wel echt bekend hier. De nummer 1 in Osaka om te halen. Maar ja? Is deze tent, denk je,
de tentmaker moet halen? Ja, gewoon proberen. Ja? En we zijn wel bij het altaar, dus... Dat is waar, dit is het altaar van takoyaki. Ja, misschien is dit wel heilig, dus let's go. Oké, nou dan ga ik het proberen. Ja, toch? Dankjewel, man, dankjewel. Maar het ziet er wel goed uit, die yakitori, hoor. Ja, het is echt wel lekker. Zo. Met een beetje van zout, kruiden erop. Echt goed. Het ziet er goed uit. Vaak wel, ja. Oké, let's go. Nou, hij is terug, hoor. Kijk nou. Nou, wat is het precies? Ja, dit is takoyaki. En volgens mij zit hier octopus in, toch? Ja. Dus ik denk dat het een beetje beslag is. Ik gok, ik hoop, een oliebol. Oh, dat het daarna smaakt. Ja, dat het gewoon een beetje een oliebol is en dat we dan gewoon vergeten over die octopus. Oké, want jij bent ook niet zo'n visliefhebber. Nou, ik vind soms gefrituurde octopus of octopus. Vis. Vis met 8 vinnen. Nee, vind ik op zich wel lekker van die calamari en zo. Ja, ja. Die duurt dus. Maar dit heb ik nog nooit. Kibbeling. Yakitori saus. Of nee? Raffagotti saus. Dat is zo heet. Volgens mij. Wacht even, maar volgens mij ga ik dit echt. Ga je mond. Ja, ik ga heel eventjes wachten. Nee, doe het voor de vlog. Nee. Oeh, ik word elke keer gevoerd door mij. Oh, dit is perfect. Hij gaat net een nieuwe ronde doen, dames en heren. Kijk dan. Hoppakee. Dit wordt even een lekker noedelbakje hier zo. Hij doet elke keer knappen. Hij wacht even met het knappen. Ik heb er 6, hè, dus we kunnen allemaal een balletje doen. Dat kunnen we zeker doen. Hé, daar heb je dat hoedje weer, die ik jullie ook op liep zetten. Die komt wel echt vaak voor hier, hè? Het is gewoon fashion. Ja. Dat ziet er ook lekker uit. Wat ziet er lekker uit? Glazuur aardbeien had ze op een stokje. Oh ja, die kon je daar verderop halen. Die daar. Oh, daar ook? Daar zie ik ze staan. Goeie aardbeien. Een soort suiker om die aardbeien. Nou, eerst even Wouter. Het ziet er nog steeds warm uit. Maar ja, voor de content, hè. Niet zo bang zijn. Heel anders dan wat ik verwachtte. Het is totaal niet een oliebol. Nat. Ja, natte drap. Lekkere natte bal. En je voelt dan in het midden een grondje. En dat is de octopus. Die is een beetje rubberig. Vind je het wat? Ik vind het leuk om te proberen, maar ik zou het niet nog een keer bestellen. Oké. Maar... Jij? Je hebt het gedaan. Ik zit goed. Hij gaat even een bakje vullen voor ons, hoor. Hele goeie dit. Oh, die is goed gevuld, zeg. Arigato. Oh, lekker stokjes. Perfect. Arigato. Geniaal. Hij zat me even voor de gek te houden. Ik heb nu 500 teruggekregen, ja. Ja. Maar hij deed alsof hij met links gaf hij met rechts. Echt een mooie kerel. Echt een showman, ja. Daar hou ik wel van. Oké, nou, schatje. Stokjes erbij. Wauw, dat ziet er goed uit, hoor. Ja, dat is lekker. Dat is lekker. Daar gaan we, dames en heren. Ronde nummer 2. Never change a winning team. Als het goed is, is het goed. Kijk. Oh. Ja, arigato. Kijk dan. Oh. Ja, hier gaan we van genieten, hoor, dames en heren. Lekker, zeg. Alsjeblieft, schatje. Dank u wel. Oké, dames en heren. Tijd voor ronde nummer... Jeetje, 3 of zo, 4. Maar niet van dit, maar wel van eten überhaupt. En we gaan nu aardbei op een stok halen. Met een beetje glazuur? Dat is die candied strawberry. Dat is denk ik met glazuur eromheen. Huh? Schat, wat hebben ze hier erop? Wat is dit? Hallo. Is dit een... Dit is een eentje. Een kwartel. Een kwartel. Dus we hebben die kwartel eitjes en die kleine in Nederland, die toch? Die komen daaruit. What? Wow, dat is gek om te zien eigenlijk. Ja, sta je niet best stil. We gaan toch maar voor de aardbei. Lekker. Nou, daar gaan we. Een candied strawberry. Arigato. Zo lief weer. Ja. Oeh. Lekker. Dat ziet er goed uit, hoor. Ja, ik denk dat dit heel lekker is. Candied strawberry. Nou, neem maar een lekker hapje, hoor. Ik denk dat het heel crispy is. Oh, pas op, joh, voor je gebit en voor je keel. Dat is een pijn in mijn keel. Die stok die schoot in één keer naar achter. Wat hard? Ja, maar je moet het niet met je voortanden doen, denk ik. Wow, dat ziet er gek uit. Dat ziet er heel gek uit. Ja, het is gewoon een glazuurlaag eromheen. En? Lekker. Wel heel zoet. Zo.
Lekker hoor. Nou, eet smakelijk, schatje. Ik hoef niet hoor. Nee, dit is voor jou een lekkernijntje. Nou, dames en heren, daar staan we dan. Ik denk dat we de foodmarktstraat wel een beetje hebben gehad. We hebben allemaal lekker even wat kleine versnaperingen gehaald. En dan gaan we nu op naar de volgende plek. Dit waren in ieder geval de 10.000 poortjes. Domo, arigato. Gozaimasu. Gozaimasu. Oké. Okay. Hij doet hem zelf dicht. Oh, hij doet hem zelf dicht. Heb ik hem nou kapot gemaakt? Ach, yes. Okay. Ik zei tegen hem, echt zo grappig was dat. Ik had ingetypt op Google Translate. Ik ga je 5 sterren geven op Uber. Nou, vond hij helemaal geweldig. Moest hij helemaal lachen en zo. Dus we hebben deze taxi genomen hier. Toen kregen we snoepjes. Ja, toen kregen we snoepjes. Toen pakte hij de snoepjes erbij. Ja. Ja, ik had het in mijn mond. Een minst snoepje. En we zijn nu afgezet bij Blue Bottle Coffee. Hier zijn Marvin en ik wel vaker geweest. En dit is echt een heerlijk koffietentje. Ziet er ook echt super clean uit hier. En je kan dus hier een koffietje bestellen, hier binnen. Maar voordat je een koffietje bestelt, krijg je dus eerst een menukaart. En dan moet je een tafel uitzoeken en dan pas moet je een koffietje bestellen. Wow, die deur is wel klein, man. Nee, ik ben lang. Oh. Eindelijk. Na al die jaren. Kom binnen. Zo. Dan doe je wel automatisch een buiging als je binnenkomt. Ja, precies. Heel netjes. Ja. Nou, gaan we hier lekker zitten. Met z'n viertjes. Perfect. Nice. Oh, zo lief. Meteen helpen altijd, hè. Ongelooflijk. Arigato. Zo, lekker. Nee, kijk. Smikkelen. Dit is de cappuccino oatmilk. Kijk eens aan. Dank u wel. Alsjeblieft. Lekker. En dit is de normale cappuccino. Wauw, met een hartje. Dan kan ik je niet overdoen. Alsjeblieft. Ik heb een espresso macchiato met ook een hartje. Hadden. Dit is de limonade. Oeh, dank u. Eén hartje. En dan hebben we hier... Oh, Wouter. Voor Wouter. Wow. Verwennerij. De Holiday Waffle. En een scone. Het ruikt echt naar appeltaart. Ja, kaneel. Ja, lekker. Ja. Hoe ruikt het? Echt met appel ook bij. Oh, bijna, ik was zo close. Dat je wou nog een keer ging ruiken. Ja, dat ruikt lekker. Ja, dat is wel lekker, ja. Nou, geniet ervan. Hoi, joh. Marjan heeft ook nog wat eten. De grootste cake ooit. Ik dacht, het wordt echt zo'n plakje, maar het is echt een mini cake. Het is een mini cakey. Was lekker. Zo, we reizen wel heel erg luxe hoor, opeens. Moet je kijken, joh. Dit was gewoon, dit was serieus geen grap, de goedkoopste die er was. Echt? Ja. Oh. Nou, wat fijn hoor, het zit wel lekker. Echt, hè? We bouwen even 10 minuutjes. Zo vol vakantie. Oh, even frisse lucht, beide kanten open. Zo, dit is echt bizar. Zitten jullie lekker daar? Ja hoor. Niet normaal hoor. Kijk dan wat voor dikke stoel dit is. Hij heeft helemaal geen kofferbak. Jullie zijn de kofferbak. Nee, nee, niet. Stekina basu o mochi desu ne. Nou, thank you, leuk. Zei hij. U heeft een mooie bus, zei ik. Dit is ook zijn eerste Uber-rit. Dus ben benieuwd. Zijn allereerste? Ja, zijn allereerste. Ja, stond dat hij nog 0 rit had gedaan. Ja. Dan is dat een mooi compliment om mee te beginnen, toch? Kijk, daar gaat hij. Zijn allereerste rit. Ik ben zo trots. Ik begrijp wel waarom hij ook die deur open deed. Ik wist niet zo van... Beginnersfoutje. Dat die deur open ging. Ja. Schatje, waar gaan we heen? Ik zal het wel even vertellen. We gaan echt, Marjan is een beetje moe. We gaan echt naar een super vette winkel. We gaan namelijk naar een ringenwinkel. Waar je dus zelf ringen kan laten maken. Hoe cool is dat? Daar zijn we dan. Ja. Hoppakee. Boom baby. We zijn er. Yes. En we stappen gewoon uit voor de ringenwinkel. Ja, ja. Hé, hey, dit is het moment, Wouter, om een ring te kopen voor Maisha. Of voor haar? Ja. Of nog voor mezelf? Nee, we weten dat je een Prins Bernhard hebt, maar... Dat hoop ik niet. Nou, daar gaan we. Okay. Het is heel druk. Ja, het is een populaire ringenzaak. Je kan je gewoon je eigen ringen laten maken. Dus dat is wel een big thing, you know? Nou, dit is echt even de dames hun moment. Terwijl de dames daar eventjes aan het kijken zijn of ze een zilveren ring willen of een gouden ring. Ook al kan ik dat ook wel voor hun inschatten, want Myron is echt van de zilveren dingetjes en Maisha is van de gouden dingetjes. Maar vind ik het een mooi moment om heel eventjes hier lekker bij het bruggetje te gaan staan. En gewoon heel even te beseffen dat we gewoon hier in Japan zijn, dames en heren. Want dat is toch niet normaal? We zijn gewoon aan het chillen hier in Japan. Het is echt bizar. En ik vind het zo fijn dat los van deze super
toeristische trekpleister, zeg maar. Dat je voor de rest over het algemeen waar we geweest zijn de afgelopen dagen gewoon bijna geen toeristen ziet. En dat is echt zo super leuk. En je merkt ook heel erg, zoals ik elke keer ook probeer, dat als je een paar woordjes oppakt van de taal waar je bent, dat ze het enorm waarderen. Maar dan ook echt enorm. Je kan namelijk zeggen dankjewel. En dat is gewoon arigato. Dat is gewoon dankjewel. Je kan ook zeggen hallo, goeiedag. Dat is konnichiwa. Je kan ook zeggen op een andere manier bedankt. En dat is dan heel erg bedankt. En dat is veel netter. En dat kreeg ik dus ook te horen via Snapchat. Shoutout naar mijn Snapchatters. Check hier even mijn naam op Snapchat als je me wil volgen. Daar reageer ik vaak op dingen die mensen zeggen op mijn stories. Vragen die jullie hebben of tips die jullie hebben om naar plekken te gaan. Of dingen die je kan zeggen. En toen zei dus een van mijn volgers, die zei domo arigato gozaimasu. Nou, waarschijnlijk is mijn uitspraak niet heel goed, maar ze begrijpen het wel. En dat betekent dus heel erg bedankt. Dus niet per se dankjewel, maar heel erg bedankt. En dat is ook gewoon een... Je zegt ook dat op die manier tegen wat hogere mensen of zo, heb ik begrepen. En elke keer als ik dat nu zeg, in plaats van arigato, lachen ze ook echt enorm. En vinden ze het echt verrassend dat ik zoiets zeg. Dus dat is wel echt heel erg mooi. Dus dat vind ik echt leuk om... Ja, een beetje in te verdiepen en gewoon een beetje wat woordjes te zeggen in het Japans. Maar wat is dit? Zijn ze ringen aan het slaan? Ja. Het komt gewoon van binnen, dat geluid. Klopt. Heb je iets moois gezien, schat? Okay, ik wil gewoon ook even jouw mening hebben eigenlijk. Ja, daarom ben ik er ook nu. Okay. Wat vind jij mooi? Wat vind ik mooi? Even kijken. Nou, sowieso deze zilver, afdeling. Hè? Ja, zilver. En what's this? Het lijkt wel op een hartje dit. Wow, een beetje van dik. Onder. Okay. Nou, hij is wel een dikke ring, ja. Ja, dit vind ik ook wel mooi. Oké, we gaan er weer vandoor, dames en heren. Zo. Dat hoor je niet vaak hier. Oké, goed. Dit was dus de ringenwinkel. En er is iemand heel boos. Dit is de ringenwinkel en we gaan ervoor kiezen... Oké, ik ga straks wel weer verder filmen. Wat ik dus wilde zeggen is dat hoe leuk het tentje ook is, het is zo ongelooflijk druk dat we waarschijnlijk nog wel geschat een uur moeten wachten voordat we aan de beurt komen. En dan moeten ze ook nog die ring helemaal gaan bewerken en gaan slaan. Dus het is een vette ervaring, dat sowieso. Dat zagen we ook op TikTok, Mayon die wilde ook graag een ring. Maar omdat we ook nog helemaal terug moeten naar Osaka, is het wel handiger om niet al te veel te doen. Want, Mayon? Ja? Jij voelt wel een beetje dat je te veel aan het wandelen bent. Te veel aan het doen bent, ja. Ja, ik heb dus een we harde gaan... buik, echt heel hard. Dus we gaan nu eventjes chillen. En dat betekent dus gewoon even lekker met de trein en de metro terug naar Osaka. En dan gaan we dus daar... Oh, dit is wel heel erg van mij hoor. Ik zag haar, dat was haar schuld. Ik zag haar lopen, toen ging ik ook. Ik dacht eerlijk gezegd heel even dat het groen was. Maar in ieder geval, daarom gaan we dus terug naar Osaka. En dan gaan we daar gewoon even chillen, even rustig aandoen. En uiteindelijk, we zijn ook op vakantie, dames en heren. Dus we hoeven niet de hele tijd go, 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 go. Ja, we willen aan de ene kant wel zoveel mogelijk zien. Jullie weten hoe Marvin en ik zijn. We willen altijd maar gaan en zoveel mogelijk plekken. Laten we dat doen, schat. Let's go. We kunnen ook weer aardbeien kopen. Ja, laten we dat doen. Laten we weer zo'n bakje aardbeien. Ik wil het ook wel. Ik eet het wel op. Dit vind ik wel lekker. Oh, dit zijn misschien weer die grote... Ja. Rare vorm. Ja, deze zijn echt... Wow, die is heel groot. Kijk dan. Dus nou, in ieder geval, jullie snappen het. We gaan even chillen, we gaan rustig aan doen. We hebben echt al best wel veel gelopen en trappen gehad en zo. Dus ik probeer ook tegen Marvin te zeggen, mijn schat, hou er wel rekening mee. Dat we hoeven niet over alles te zien en overal heen te gaan met heel veel trappen en zo. Maar het gaat tot nu toe wel goed. Maar als je voelt van, even een stapje terug, dan moet je dat ook doen. Dus het is goed dat Marvin het zegt. Dus daarom gaan we geen ringen maken. Maar wel even lekker wat fruit halen. Kijk waar we in één keer langs lopen, joh. Het ziet er echt super mooi uit. Ja. Lekker met de aardbeidjes op stap. Maar weer een appeltje. Deze kunnen we ook delen, hoor. Die is zo groot. Zo, die is wel heel groot, ja. Inderdaad. Ja, lekker, hoor. Kijk dan, schat. Wat? Oh, kijk die reiger. Ja, dus er zit vis. Ja, sowieso. Kijk, er zit daar een reigertje te chillen. Precies daar. Ik zit gewoon te wachten tot er een visje langs komt. Ja, en dan in één keer. Nee, zoals oma doet. Ja, dat is een mooi plekje dit, hoor. We zijn nu hier beneden bij de metro. Hoor je dit geluid? Dit hoor je echt wel de hele tijd. Ik heb geen idee wat het betekent.
Maar ik weet wel dat je hier dus weer een andere manier hebt van, om ervoor te zorgen dat niemand het spoor opgaat. Hier heb je dus paarse schuifdeuren. Ook aan deze kant. Je hoort dat geluidje weer. Toet toet, toet toet, toet toet. Ja, het is heel eventjes wachten totdat de metro komt. En dan gaan we weer terug naar Osaka. Komt hij van deze kant? Volgens mij wel. Ik hoor iets. Maar ik kan ook misleid worden. Nee, daar is hij. Hoppa. Oeh, even kijken of we een plekje kunnen claimen voor de zwangere vrouw. Kan wel. Ze hebben speciale plekken. Ja, daarom. Ga ik ook. Oké, let's go. Daar gaan we. Zo, is een drukke metro. Zeker. Maar we hebben een plekje voor Myron. Ja, plekje voor Myron, let's go. Exactly. Gaan wij als echte mannen. Gaan we hier staan? Yeah, dan gaan wij als let's go. Kijk, dames en heren, dit is dus wat ik bedoelde. Hier staan ze dus echt super netjes achter elkaar op een rij te wachten. Kijk, hier gaan we nu achteraan aan de rij staan. Hier idem dito, hier zie je ook gewoon iedereen achter elkaar staan. Het is echt mooi om te zien, hè? Ja, het is gewoon, ik vind het wel tof dat het niet is, ik is snel ervoor. Het is gewoon respect. Kijk, jij was hier eerder? Nou, dan mag jij hier. Ja, iedereen staat hier gewoon achter elkaar zo. Het is wel een mooie, mooie metro of trein. Retro. Zo, nou, daar lopen we dan. Met z'n allen. Oh, moeten we niet hier? We gaan hier instappen. Die andere was een soort van first class of zo, leek het wel. We komen dus net uit de metro. En het is helemaal leeg. En kijk hoe iedereen super netjes weer in de rij staat. Het is toch echt perfect om te zien dit. Ze staan allemaal in rijtjes van twee. Staan ze hier opgesteld om in de metro te gaan. Het is echt zo fijn om te zien. Echt heel nice. Oké, we zijn er, schatje. Het was best wel lang namelijk met de metro. Langer dan een uur. Kijk dan hoe dit gaat. Dit gaat echt nog maar net. Kijk dan hoe ze gedrukt zijn tegen het raam. Blij dat wij even gewoon rustig wachten. Ja. Tranquila. Zo wil je niet erbij staan. Die staan allemaal zo strak er tegenaan. Kijk hoe druk het is. Ja, het is echt spitsuur. Het is echt, echt heel druk. Er zit helemaal vol. Kijk hoe lang die is. En hoe snel die eigenlijk alweer gaat nu. Dat is niet normaal. Wow, deze zit vol, joh. Bizar! Helemaal vol. We staan hier net 2 seconden en meteen mensen achter ons in de rij. Hè? Ja, we staan mooi vooraan nu. Kijk hoe fijn dit is. Het is nu alweer een nieuwe, dames en heren. Oh, kijk dan, die heeft de hand tegen de deur. Help me! Oh. Dat zijn wij straks. Ja, kijk dan. Hop. Zo, nou nu maar wachten totdat we erin kunnen. Let's go, daar gaan we. Osaka Metro. Zo, het is wel echt poepie druk op dit moment, dames en heren. Echt niet normaal. Het is sowieso een spitsuurtje. We gaan naar een gebouw met enorm veel verdiepingen. Ik weet niet precies hoeveel, gaan we straks achterkomen. En dan gaan we naar een speciale verdieping. Dan gaan jullie weer meenemen. Eerst moeten we even uit dit metrostation zien te komen. En dan even een klein stukje lopen en dan zijn we er. Kijk wat we onderweg hier tegenkomen. Echt geniaal. In Japan, dames en heren. Blijkbaar zijn ze zo ontzettend lekker. De Belgian manneke waffel. Geniaal. Ik heb wel even een fotootje van Average Rob en Nathan gestuurd. Ik vind het was wel lach om te zien. Oké, we gaan dus naar het gebouw Daimaru. En het gebouw Daimaru die we nu gaan bezoeken, die is 31 verdiepingen hoog. En elke verdieping heeft weer iets anders. En het is bizar. We zijn nu aan het kijken naar welke verdiepingen ze eten hebben. Nou, echt heel veel. Dit is het bord met eten onder andere. Dus daar in het klein zie je bijvoorbeeld koffietentje op de 4e verdieping, de 2e, de 1e begaande grond, de 7e, 8e, 9e. Maar hier zie je dus 14e verdieping, 15e verdieping, 16e verdieping, 19e verdieping. We hebben echt zoveel hier. Dat is echt bizar. Ja, dit is dan één van de ingangen. Dit is de zuidingang als ik het goed heb. Daimaru, let's go. We gaan nu onderweg naar de 13e verdieping. Daar moeten we zijn. We gaan uiteraard met de lift, want ja, 13 verdiepingen, laat staan 31 trouwens. Met de roltrap gaat een beetje lang duren. Het is
zo stil altijd in de lift. Wie heeft er op deze knopjes gedrukt? Party lift! Hey! Oké, daar gaan we weer. Oké, hier moet ergens de Pokémon-afdeling zijn. Ik zie hem al. Oh ja, ze hebben Nintendo ook. Nintendo Osaka zie ik staan. Let's go, baby. Let's go. Daar hebben we, dames en heren. Let's go. We zijn er weer. Pokémon Center Osaka. Boom. Kijk dan hoe dit eruit ziet, dames en heren. Zo sick. De Pokémon Center Osaka. En dan heb je hier ook nog naast een supergrote Nintendo Store. Je hebt daar zelfs een aparte, zo populair is het, aparte One Piece Store. Ja, bizar. Echt bizar. Dit is zo nice om te zien. Nou, we gaan natuurlijk als eerste naar de Pokémon Store. Oh, hebben we bad news? Ze zijn allemaal uitverkocht. Echt? En hier wil de nieuwste zijn. Nou, dan zijn we te laat op de dag hierheen gegaan. Ja, je hebt dus deze twee wel. Dat zijn de oudere sets, deze twee. Ja, dit is de nieuwste set en die is dus alweer uitverkocht. Helaas, helaas. Maar we gaan natuurlijk wel even kijken nog. Want je hebt hier veel meer dan alleen Pokémon pakjes. Nou, daar gaan we, dames en heren. We gaan even een beetje rondslenteren. Ja, dit ziet er wel weer vet uit, hoor. Tidding! Daar zijn we weer. Hey, kennen jullie dit spelletje nog, dames en heren? Hoe cool is dat? Dat is echt heel erg cool. Deze ga ik sowieso meenemen. Dobbel. En dan de Pokémon variant. Nou, dat is echt heel leuk. Ik zie hier twee soort van Pokémon decks liggen. Pakjes met kaarten. Maar dan spelkaarten, denk ik. We zijn hier een beetje bij de spelafdeling nog steeds. En deze trokken meteen mijn aandacht. Ik ga de rode of de blauwe halen. Want wat ik dus zag staan, is dat ze een English Manual Included hebben. Dus een handleidingsboekje in het Engels. Dan weet je in ieder geval hoe het werkt. Alleen hoe ga ik er nou achterkomen welke ik ga kiezen? De rode of de blauwe? Heel erg simpel. Ik ga hier een foto van maken en op mijn Snapchat zetten. En dan ga ik mijn volgers laten bepalen welke ik ga meenemen. Met Pokémon spulletjes. Ook al hadden ze dus niet de Pokémon kaarten die ik eigenlijk wilde kopen, heb ik toch wat andere leuke dingetjes weten te scoren wat ik in een andere Pokémon Center niet ben tegengekomen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Nu ga ik nog even naar de Nintendo Store die er dus naast zit. En die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Ook al denk ik niet dat ik hier wat zou kopen, maar je weet maar nooit. Daar gaan we, dames en heren. De Nintendo Osaka Store. Ziet er wel weer echt heel erg leuk uit dit, zeg. Ik denk dat Wouter wel wat gaat kopen. En als Wouter het niet is, maar Isha. En? Zie je leuke dingetjes? Ja, nou ja, Isha had zo net een... mijn koffer, daar hadden we het nog over. Die is gewoon nu helemaal blanco. Ja. Iedereen heeft mijn koffer. Qua ruimbagage. Dus Isha heeft net een Charizard sticker gekocht. Oh, die heb ik ook gekocht. Oh, echt? Ja. Oh, nice. En nu dacht ik van, nou ja, ik vind Zelda gewoon een van de meest legendary games ooit. Ja. Dus ik ga denk ik gewoon van verschillende games die ik tof vond, ga ik gewoon die op de koffer plakken. Gewoon. Ja, dus gewoon wat stickers kopen. Maar ik weet alleen niet of deze dus transparant is. Ah. Ik vind dit witte niet mooi, maar dat kan het bijna niet zijn. Ik heb geen flauw idee. Ik zou zeggen proberen. Gewoon meenemen. Ja. En welke vind je dan vet? Ja, welke van deze? Ja, zeker weten, 100%. Ik vind dan deze het vetst. Ja? Ja. Die vind ik echt cool. Ik vind de Triforce vind ik ook wel wat hebben. I don't know, man. Maar ja, het is voor jezelf, hè? Dus je moet doen wat jij leuk vindt. En heb jij goede dingen gescoord? Ja, zeker weten. Wat heb je gehaald? We gaan straks wel even laten zien. Oh, shoplog! Ja, shoplog straks voor jullie! Uiteindelijk
uiteindelijk niks gekocht bij de Nintendo Store, maar het was wel heel erg leuk. Mario was er, Zelda was er, een paar van die characters van Animal Crossing. Op dit moment, kijk dan eventjes waar ik sta. Het is ook zo'n hoog gebouw, check dan. Echt bizar. Het is echt een doolhof hier. Je hebt gewoon overal gebouwen met winkels, winkels en nog eens winkels. En daar komt de metro weer voorbij. Het is wel echt prachtig hoor. Ongelooflijk. Wij gaan iets heel erg lekkers eten. Wij gaan namelijk deze keer gewoon even simpel eten bij Shake Shack. En het leuke is, ik heb hier nog nooit gegeten. En dan maar in Japan een keer. Dus, wat hebben we hier? Dames en heren, maak kennis met gewoon een klein bakje patat met kaassaus. En, weet je wat het meest gekke is? Ik heb een burger besteld en dat is een triple burger. Oh, god. Dus, ja, bizar hè? Ja, ik zag hem ertussen staan. Ja, dus er zitten gewoon 3 burgers op. Dat is toch niet normaal? Lekker. Ik heb een kippenburger. Ja, die ziet er ook goed uit, met die augurk ook. Ja, het saus hier. Oh, heel lekker. Maar je hebt zoiets van al die gebouwen hebben allemaal verdiepingen, dus ik ga nu ook mijn hamburger 3 verdiepingen geven. Ik ga die ook de hoogte in laten reizen. Okay, ja. Respect. Dus nou, daar zijn we dan bij Shake Shack. Let's go. Kun je mij een shot filmen dat ik een hap neem? Tuurlijk. Je ziet al hoe vettig het is gewoon. Alles vet. Het is helemaal nat hier. Dit is wel echt zo'n reclameburger. Soms zijn ze helemaal ingezakt, maar hier denk je gewoon zo, ja, hij is groen, hij is rood. Volgens mij is het hier zo lekker, omdat die hamburgers vers worden gebakken. Dat heb je dus ook bij, hoe heet die burgertent die ik zo lekker vind? Five Guys. Five Guys. Five Guys, ja. Dan zie je eigen burgertje gebakken worden, hè, en dan denk je, oh, je maakt me echt gek. Oh. Oké, daar komt ie. Zo, hij past er ook nog mee. Dat is echt heel goed. Damn. Lekker man. Perfect. Laten we eens even kijken. Oh, de kamer is mooi schoon. Een bedje opgemaakt. Ja, dit is fijn. Hey, mensen. Hoi, ik ga straks laten zien. Doorlopen, ik moet plassen. Oké. Ik ga straks laten zien wat ik heb gekocht hier zo in mijn tasje. Spannend, hè? Wow, kijk hoe mooi lekker ze het hebben opgemaakt. No way. Hebben ze onze kleren opgevouwen? Nee, toch? Nee, volgens mij had Marion dit al gedaan. Anders is het wel echt next level. Nou, in ieder geval, je ziet wat voor zooitje het eigenlijk is. Er ligt ook allemaal van die gachapon balletjes en allemaal kleingeld en bonnetjes en zo. Maar goed, bed is mooi opgemaakt. En ik ga wel even laten zien aan jullie en aan Marion wat ik heb gekocht. Ben je er klaar voor, schatje? Ja. Ik heb, dames en heren, deze gekocht. Kijk eens even. Dit is een hele mooie box. Jawel. Ik ga het meteen openmaken zelfs. Ja, even laten zien. Oké, wauw. Kijk eens. Nice. Supermooie Pokémon box. Ja. Hier. Dan heb ik nog een mooie box. Kijk eens even. Voilà. Yeah, yeah. Super, super. Oké. Dus 2 mooie boxen. Ja, meer mocht ik niet kopen. 30 pakjes, 30 pakjes. Oh. En die nieuwste was dus helaas uitverkocht. Maar dan heb ik, dit ga je ook leuk vinden, dobbel. Oei, dat is wel echt leuk, ja. Geinig, hè? Dobbel van Pokémon. Ja, moet je wel even wat meer Pokémon uit je hoofd leren. Oh, inderdaad. Want het gaat om Pokémon. Wow, ja, dan moet ik dat... We hebben er met algemene voorwerpen. Maar... Ja. En dan heb ik, en dit is wel een hele coole. Kijk, een Ditto sticker. Oh, vet. Ja, die wilde ik eigenlijk al hebben, maar die hadden ze niet bij die andere winkel. Bij die andere Pokémon Center. En hier wel. Very nice. Ja, dus toen ben ik nog even verder gaan kijken naar de stickers. Ja. En ze hadden dus meerdere stickers hier wel, die ze dus niet hadden bij die andere. Zoals Snorlax. Leuk, cute. Misschien wel een van de favorieten. Charizard. Oeh. Ditto, in het klein. Ja. En een Dragonite. Aww. Dat is cool, hè? Ja, dat is leuk. En ik had mijn Snapchat laten bepalen welke ik zou halen. Uiteindelijk kon ik het niet laten. Ik heb ze allebei gekocht. Wat is dit? Dit is een spelletje. Oh, wat voor spelletje? Ja, aangezien we altijd van de spelletjes zijn. Ja, ik heb geen idee wat voor spelletje, maar er staat dus een Engelse handleiding bij. Oh, oké. Dus we kunnen het gaan leren. Nice. Dus dit is mijn aankoop in de Pokémon Center vandaag. Nou, toch aardig geslaagd. Ja, toch? Ja. Ja. En dan morgen nog op zoek naar weer de nieuwe kaartjes. Ja, zeker weten. En morgen gaan we op zoek naar andere dingen. Maar dat krijgen jullie dan wel weer te zien. Zoals jullie misschien wel merken, mijn energie is op. Ik ben leeg. We hebben echt weer veel gelopen. Sowieso de afgelopen 5-6 dagen hebben we echt... Ja, alleen maar gelopen. Ja, alleen maar gelopen. Maar dat is altijd met dit soort reisjes zo. Maar dan zie je ook heel erg veel. Klopt. Super dankbaar.
prachtige dag weer gehad. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt, shout-out naar jullie allemaal. Check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, en zelfs in Japan, dikke, vette peace!